En als we Arie Loef, de Nederlandse sprintkampioen van vorig jaar, hebben gehad, kijken we naar de regerend Nederlandse sprintkampioen, Tjerk Terpstra. En dit is zijn tegenstander die niet meer mee mag doen. De enige West-Duitser hier die zeer kwaad kijkt. Oerstreep, gedisqualificeerd vanwege twee valse starts in zijn rit tegen Terpstra. Terpstra dus, de Nederlandse sprintkampioen, omdat Arie Loef niet mee kan doen, kon hij dat worden. 10-16 is zijn opening. Daarmee blijft hij iets achter op Arie Loef. Terpstra die er zich natuurlijk een eer in stelt om op zijn minst gelijke tred te houden met Arie Loef. Hij is tenslotte de Nederlandse kampioen hier. Ja, hij mist nu de competitie natuurlijk, geen tegenstander. Moet het helemaal alleen doen. Dat is niet lekker. We zullen eens kijken in wat voor eindtijd dat resulteert. Ja, het is een tegenvaller voor Tjerk. 39-54. Dan doe je niet echt mee met de top.